Dag, ik ben Janneke. Ik ben zelf slechthorend en ik heb de afgelopen 2 maanden voor oog voor oren de Oticon More uitgeprobeerd. En ik deel hierover mijn ervaringen met jou. Wanneer je het hoortoestel aangemeten krijgt, merk je al meteen verschil met andere hoortoestelmerken. Samen met jouw audicien doorloop je een speciaal programma om het hoortoestel zo goed mogelijk af te kunnen stellen. Na het instellen van het toestel heb ik hem niet nog een keertje hoeven laten instellen. Ik was dus in 1 keer klaar. Zelfs voor het oor waar ik nog nooit eerder een hoortoestel aan had gedragen. Uiteraard kun je het hoortoestel ook weer op afstand laten instellen via de app. Oticon richt zich op een zo optimaal mogelijk geluid. Hierbij maken ze gebruik van een nieuwe technologie, Deep Neural Network. Op die manier is het in staat om diverse geluiden tot in de kleinste details te herkennen. Deze nieuwe technologie ondersteunt het brein en laat op zo'n natuurlijk en effectief mogelijke manier werken. Een belangrijk onderdeel van geluid is dat je weet waar het vandaan komt. Om die reden krijg je dan ook het advies om 2 hoortoestellen uit te gaan proberen om te kijken hoe dit werkt. Het hoortoestel is verkrijgbaar via de vrije markt, waardoor je helaas vanuit de zorgverzekeraar geen vergoeding voor krijgt. Het hoortoestel is leverbaar in 8 verschillende kleuren. Wat neutralere kleuren, maar ook in roze. En dat is mijn keuze. Verder vind ik het hoortoestel mooi vormgegeven en zit hij ook lekker. De More is speciaal ontwikkeld voor in complexe luistersituaties. Zoals een binnenspeeltuin, restaurant of op een druk feestje. Ik heb het hoortoestel daarom ook op verschillende plekken uitgeprobeerd. Zoals het strand, in de auto, maar ook op mijn werk, tijdens vergaderingen, 1-op-1 gesprekken. Uiteraard ben ik ook naar plekken geweest die wat meer complex zijn, zoals de supermarkt. Qua geluid ben ik echt helemaal tevreden. Ik heb op geen enkel moment heb ik hinder ondervonden of gedacht dat ik er zo uit moest doen. En ik heb zelfs momenten gehad dat ik in de auto naar mijn werk zat, dat ik eventjes voelde aan mijn oor om te kijken of ze er überhaupt wel zaten. Omdat ik eigenlijk niet eens wist of ik ze wel of niet had ingedaan. Wat mij betreft is dat een goed signaal, omdat het geluid erg natuurlijk overkomt. Je kunt het toestel streamen naar je telefoon. Of je kunt hem koppelen aan accessoires van Oticon. Hun assortiment is behoorlijk uitgebreid. Ik heb zelf gebruik gemaakt van een flexibel dopje. Het toestel is oplaadbaar. Binnen 3 uur zit hij voor de rest van de dag vol. En doe je hem 30 minuutjes eventjes in het stopcontact, dan is hij zelfs voor de rest van de 6 uur opgeladen. Wat ik zelf heel erg prettig vind, is dat je in de app kunt zien hoe vol de batterij zit. Zeker wanneer je gebruik maakt van accessoires, kan de batterij net ietsje sneller leeglopen dan dat je die niet gebruikt. Ik heb de batterij nooit tussendoor hoeven opladen. Zelfs aan het einde van de dag zat er nog genoeg batterij in. De app van Oticon More is super makkelijk in gebruik. Je kunt verschillende menus laten instellen onder remote control en de hoortoestellen terugvinden op het moment dat je ze kwijt bent. Kom jij net als ik in uitdagende hoorsituaties en wil je gebruik maken van een hoortoestel wat helemaal ontwikkeld is volgens de laatste technologieën? En heb jij baat bij accessoires die ondersteunen om het geluid beter te kunnen verstaan? Dan is het zeker de moeite waard om dit hoortoestel uit te proberen en te kijken hoe jij het ervaart. Ik heb deze hoortoestellen in ieder geval met veel plezier getest. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Wil je meer weten? Kijk dan eventjes op oogvoororen.nl. En wil je meer reviews en filmpjes zien? Abonneer je dan eventjes op dit kanaal. Doeg!